De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO, beveelt maatregelen aan om kinderen te beschermen tegen de indirecte en directe gevolgen van de pandemie. Aangezien volgens statistieken meer dan 1,9 miljoen kinderen en adolescenten in 2021 tot nu toe besmet zijn geraakt met COVID-19. De directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, Carissa Etienne, zei gisteren dat COVID-19 ernstige gevolgen heeft gehad voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen en adolescenten in de Pan-Amerikaanse regio. The pandemic is also affecting children's health in other ways. Kids across our region are missing out on annual checkups and routine vaccinations because of the widespread disruptions to health services. Half of young people have experienced increased stress or anxiety during the pandemic, yet mental health services and support remain out of the reach for many. Sexual and reproductive health services also remain disrupted across more than half of countries in the region, helping to fuel one of the largest jumps in teenage pregnancies that we've seen in more than a decade. Etienne drong er bij de landen op aan een aantal specifieke maatregelen te nemen om hen te beschermen, waaronder de veilige heropening van scholen. In het Caribisch gebied is het aantal infecties over het algemeen afgenomen. Grenada, Barbados en Bermuda melden echter een sterke stijging. En Jamaica kende zijn hoogste wekelijkse infecties sinds het begin van de pandemie. Ondertussen melden de meeste Zuid-Amerikaanse landen nog steeds een daling van het aantal infecties en sterfgevallen. In totaal zijn de afgelopen week in de Pan-Amerikaanse regio 1,4 miljoen gevallen en 23.300 sterfgevallen gemeld met COVID verband hielden.